Na Chris Peeters vorige week kreeg koning Albert nu ook de Franstalige minister-presidenten aan zijn ziekbed om de eed af te leggen. Elio Di Rupo had een gepast cadeau meegebracht voor de koning. C'est un cadeau d'un designer wallon, Éric Petit, qui symbolise notamment les Ardennes et j'espère que le roi pourra rapidement aller dans les champs et les forêts. Lorette Onkelings verving premier Verhofstadt die op vakantie is als getuige bij de eetaflegging. Di Rupo legde vorige week de eet af in het federaal parlement en moest daarom even ontslag nemen als minister-president. Als u op 11 juli opnieuw verkozen wordt als PS-voorzitter, neemt u dan ontslag als minister-president? Het is een beetje te vroeg om te antwoorden. We moeten de politieke toestand goed analyseren en we hebben geen datum om te beslissen. Di Rupo houdt dus alle opties open tot er duidelijkheid is over de federale regering.